Harmonie, Hathor en Orkest Partout bereiden zich voor op een bijzonder familieconcert in Concertgebouw De Vereniging. Wat het concert zo speciaal maakt, is dat Orkest Partout werkt met muzikanten uit asielzoekerscentra in heel Nederland, waaronder Nijmegen. Samen met Harmonie, Hathor brengen zij een mix van westerse en Arabische muziek op het grote podium. Harmonie Hathor geeft binnenkort samen met Orkest Partout een familieconcert in De Vereniging in Nijmegen. Orkest Partout werkt samen met verschillende mensen uit asielzoekerscentra in het land en nu ook met die in Nijmegen. Verschillende muzikanten zullen hun liederen samen met Harmonie Hathor vertonen op het grote toneel. Afgelopen donderdag werd hiervoor hard gerepeteerd. Nou, wij gaan het programma repeteren wat wij over 2 weken gaan spelen. Er zijn 4 Arabische nummers bij. En die gaan we samen repeteren straks met het Orkest Partout. En het leuke daarvan is dat de ritmes, die zijn totaal anders als dat wij gewend zijn in onze westerse muziek. Dus echt voor een amateurorkest zoals wij is dat een hele uitdaging. Voor een Nijmeegs muziekgezelschap zijn de Arabische liederen toch even wennen. Het ritme, het gevoel, dat is eigenlijk dat je op en neer moet gaan. En ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Ja, het zijn hele gepassioneerde liederen. Het gaat allemaal over de liefde. De liefde voor degene waar je helemaal stapeldol op bent. Of de liefde voor je land. En het is enerzijds heel feestelijk repertoire, maar anderzijds ook romantisch repertoire. Dat is heel erg leuk. In het begin was het nogal vreemd. Maar we hebben wel van tevoren al mp3'tjes toegestuurd gekregen. Om een beetje een idee te krijgen hoe zo'n nummer gaat. Wat het ritme is enzovoort. En vooral ook voor het slagwerk. Ja, die hebben daar natuurlijk een hele belangrijke partij in. Maar het gaat lukken, vinden ze. Ja. Volgens Hashem Kabreet, een van de bandleden van Orkest Partout, komen de repetities wel goed. Waar je nu dan ook vandaan komt, muziek verbindt. Nice thing about it is that both worlds speak the same language. It's music and music is universal. Middle Eastern music has very specific style or way to play. Well, of course, the harmony has also the same. So bringing these two worlds together, learning from each other, that's what makes it special and that's what makes it more universal, because then we really meet the other side or the other style.